Hallo, ik ben Werner en ik leef volgens het principe beter 10 vogels in de hand dan 10 in de lucht. Voor mij een oddogske en je moet er goed wasje kroet op doen. Meneer, ik werk hier niet. Ah, je werkt hier niet. Zit, maak ik daar nou een sandwich van me? Maar dat is mijn sandwich. Maar geet er toch nog een met kaas? Ja, maar die gewoon ik nog opeten. En wel, geef mij dan die met salami? Ja, maar die zin ik nu aan het opeten. Allee, ik hoor het al. Ik kon het zwaar geschiet moeten inschakelen. Dus een medewerker van het hotdogkraam sloeg u in uw penis met een hamer toen u een hotdog wou bestellen? Meisje kroet, ja, recht in de penis. En hij droeg ook geen werkuniform. Hij zat zelfs rustig op een bankje zijn sandwichjes op te eten. Oké, ja. De security zal hem met geweld uit het park verwijderen. Kan ik u nog ergens anders mee helpen? Ja, dat koffietasje hier. Mag ik dat hebben? Ja, dat is mijn koffietas, meneer. Ik heb die wel van mijn echtgenoot gekregen. Ah, wel, dan kan hij er toch een nieuwe kopen? Ja, maar mijn echtgenoot is vorig jaar overleden, meneer. Die tas heeft nogal een grote waarde voor mij. Hier, kijk eens. 50 cent op AliExpress. Niet moeilijk doen, hè? Die tas heeft een emotionele waarde. Ik ga die niet zomaar aan u geven, hè? Ah, nee. Ik zie het al. Dus toen u hulp vroeg, klopte ze in uw penis met een hamer.